Ik zeg, op uw plaatsen, go! Mijn doel is gewoon, gewoon te genieten van alle dingen, activiteiten om me heen. En gewoon je ding doen. Maar als je dan aan de start staat, dan ga je knallen. Ja. En dan zeker. Ga je voor goud. Hopelijk wel. Ja, maak even een grote kring. Woe! Gaan we. Starry night for us. Just like teens, we're young and carefree. Everybody's gonna dance this song. Sneller jongens, sneller, sneller. Iedere week trainen hier in de Reis op de atletiekbaan. Prachtige accommodatie. Kijk, daar gaat het weer heen. Supersnel. Wat fantastisch hier. Onze Ties, die is echt serieus aan het trainen. Die loopt 400 meter. Dat is een van de weinige afstanden die we doen. Ja. Welke sporten doen jullie allemaal met deze mensen? Met op de atletiekbaan kun je alle atletieksporten doen in ieder geval. En daaromheen, noem maar op, dansen, boksen, boogschieten. Ja, we doen eigenlijk van alles. We hebben allemaal kleine spelletjes ook, zoals boccia en gooi- en vangspelletjes. Dus, dat is meer dan dat je traint voor de Special Olympics? Ja hoor, zeker. Kijk, de afgelopen half jaar hebben een aantal deelnemers speciaal getraind voor de afstanden die ze gaan doen en de onderdelen die ze doen. Zoals kogelstoten en balgooien. Speerwerpen. En dan pik je echt een beetje de toppers eruit. Ja, het zijn allemaal toppers, nee, maar... Nee, iedereen mag met Special Olympics meedoen. Oké. Okay. Er is een bepaald IQ nodig, wat niet hoger mag zijn dan 75, geloof ik. Dus als je wil, mag je meedoen. En ja, dan gaan jullie daar gericht op trainen. Ja, ja. Ik zeg, op uw plaatsen, go! Mijn beste onderdeel is de 100 meter sprint. Ga je meedoen aan de Special Olympics? Zeker. Ja? Welke ga je allemaal doen? Ik ga de 100 meter sprint doen, de 200 meter en de kogelstoten. Supergoed, man. Ja. Heb je eerder meegedaan? Ja, ik heb eerder meegedaan. En had je toen medailles? Ja, zeker. 2 keer zilver, 1 keer goud. Oh, wat ontzettend goed van jou. Hoe leuk vind jij het om hier te trainen op de atletiekbaan in Reizen? Ja, heel erg leuk. Ik kijk er altijd heel erg naar uit om weer op het veld te staan. Dus... Wat vind jij er leuk aan? Waarom vind je het leuk? Kun je dat omschrijven? En nou, de samenleving met iedereen vind ik gewoon heel leuk. En de contacten met iedereen vind ik ook superleuk. Klaar voor de start! Jij bent trainer van Only Friends. Wat is Only Friends? Only Friends is een sportvereniging. Een multisportvereniging voor kinderen en jongeren met een beperking. Wij sporten elke zaterdag. Of ergens door de week in een sporthal met groepen. We hebben ook wandelgroepen. Dus we doen van alles. Jij bent de oprichter, hè? Van Only Friends. Ja, dat klopt. Waarom? Ja, op een gegeven moment denk je van ik wil nog wat nuttigs doen. En dit kwam op mijn pad. Het was een uitzending van Dennis Gebbink bij Ivonie. En het raakte me. Dennis Gebbink is de oprichter van Only Friends in Amsterdam. En ik heb daar contact gezocht en ben het voor Twente gaan opzetten. Maar waarom raakte het je? Omdat de traditionele sport voor mensen zoals Gijs en Julia, dat is zwemmen, paardrijden, maar er was nog geen atletiek. En ik vond de atletiek wel mooi, multisport. En ik miste ook een beetje een doel, dat ze voor evenementen kunnen trainen en met evenementen mee kunnen doen, medailles winnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Mijn doel is gewoon, gewoon te genieten van alle dingen, activiteiten om me heen en gewoon je ding doen. Maar als je dan aan de start staat, dan ga je knallen. Ja. En dan zeker. Ga je voor goud. Hopelijk wel. Het is best een grote groep. Ik zie ook van die fietsers tussendoor. Wat is dat? Ja, dat zijn onze frame runners. Frame runnen is een redelijk nieuwe sport en daar zijn we mee begonnen. En daardoor hebben we ook heel veel aanwas gekregen van kinderen met disbalans, met spierziekte. Op het Roesing wordt dat regelmatig gepromoot en wij zijn een van de verenigingen hier in Twente die frame runnen aanbiedt. Met een Nederlands kampioen, daar komt hij aan. Thijs is onze Nederlands kampioen 2 jaar geleden, ja. Wanneer zijn de Olympics? In het weekend van 14 juni, 15 juni en 16 juni. Hoe ziet dat eruit? Jullie gaan met de hele horde er naartoe? Ja, we spreken af ergens op een camping, vrijdag. We hebben een groot openingsfeest, daar komen alle teams 1 voor 1 het stadion binnen. En dan op zaterdag zijn de voorrondes. Dus dat is wel heel erg leuk van Special Olympics. Dus ze kijken echt wat je doet op zaterdag voor een tijd of een afstand hebt gesprongen. En op zondag worden de
allemaal bij elkaar gezet. En er zijn groepen van 4 of 5 deelnemers. Dus de kans op medaille is eigenlijk voor iedereen aanwezig. Dat is zo leuk. Zijn ze allemaal kampioen, daar gaat het om. Ja, je bent goed zoals je bent. Dat is ons motto. Leuk gehad. Ja.